Boys. En deze Dennis Rats is ook erg goed hoor. Is ook gewend tegen zwaargewichten te vechten. Won verleden jaar de Hungarian Open. Is een sterke jongen. Is nu ook afgevallen tot 85 kilo. Maar Melvin Manouf is toch wel een heel ander niveau. Hij is wat kleiner hè Melvin? Ja, maar je weet hoe gedrongen, hoe sterk hij is. Het is gewoon een krachtmens. Speelt en 16 centimeter. Ja, Melvin is eigenlijk alleen gewend tegen heel, ja, stoot zo hard. Is gewend tegen zwaargewichten te vechten. En die slagkracht, ik weet niet of deze Dennis Rats daar tegen opgewassen is. Dit was een struikelpartijtje. Dit is een struikelpartijtje, maar ik denk dat er nog wel een paar andere partijtjes zo komen. Hij is heel erg gefocust, zoals altijd. Kijk naar die Melvin Manhoef. Keiharde rechts. Ongelooflijk. En nog één, en nog één. Ja, is super explosief. Snel. Is heel moeilijk te bevechten op dit gewicht. De vraag is natuurlijk, Melvin heeft wel wat af moeten vallen. Heeft hij nog steeds zijn kracht op dit gewicht? Wat ik wel denk. Dit gewicht zou eigenlijk het best voor hem zijn. In de Heroes in Japan, in het MMA, waar hij ook natuurlijk heel gezien is, vecht hij altijd op dit gewicht. Hij is van 90 gekomen naar de 85 om deze wereldtitel te winnen. Melvin Manhoef. Kijk hem kijken, kijk hem loeren. Waar valt het gaatje? En dan kiest hij de aanval. Ja, loert erg op zijn vuisten. Hij heeft ook een vernietigend harde low kick. Die gebruikt hij nu nog niet. Misschien bang om zijn benen te blesseren zo vroeg in de wedstrijd. Maar loert erg nu. Wacht tot hij het gaatje ziet en slaat dan toe. Het publiek in Boedapest voelt ook wel dat Dennis Rats, hun favoriet, even toch heeft moeten wennen aan Melvin Manhoef. Dat is niet zomaar eventjes scoren tegen onze landgenoot. Nou, hij staat erg wijd met zijn benen, de Hongaar. Dennis Rats. Dus binnenkant been zou een goede opening zijn voor Melvin. Omdat volgen we die rechtsdirecte. Ja, het publiek gaat op de bank alles natuurlijk. Alles wat hij doet. Ja, gaan achter hem staan. Melvin die wacht. En dan pakt hij over. Dat is de bedoeling. Ja, de opening voor Melvin ligt bij het binnenkant been. Daar zit de opening. En dan kan hij beter met zijn handen door combineren. Loert nu even te veel met zijn handen. Probeert wel zijn tegenstander op te sluiten, maakt de ring steeds kleiner en dan komt hij met die versnelling. Dat is Melvin's tactiek. Kijk, zet hem vast, nu staat hij. Nu komt hij. En dan komt hij, keiharde linkerhoek. Poging tot rechts. Gelijk de dekking weer omhoog, dat is toch wel klasse. Ja, neemt natuurlijk zelf ook veel risico's doordat hij achter zijn stoten aanvalt. Een korte stoot van Dennis Rats is natuurlijk ook voldoende om Melvin de problemen te bezorgen. Maar dat is natuurlijk het risico wat hij neemt, dat is de vechtstijl. Kijk, vallen en herhaling, maar ik blijf zeggen, hij moet openen met binnenkantbeen. Links binnenkantbeen, daar liggen de openingen. Mag je zeggen dat Melvin in ieder geval het initiatief had in deze ronde, Edwin? Nee, ik vind dat het redelijk gelijk opgaat. Ja? Melvin is natuurlijk wel gevaarlijker, maar ik kan nog geen voordeel aan Melvin geven. Oké. Ja, de reden dat Melvin zo langzaam uit de startblokken komt is simpel. Hij heeft toen jaren niet meer 5x3 gevochten. De showtime-titel wordt gevochten over 5 rondjes van 3 minuten. En dat is gewoon voor hem lang terug. Hij heeft alleen maar 3x3 gevochten of in het MMA. Wat natuurlijk 3x5 is. Maar 5x3 is de tijd terug. Ik denk dat hij eerst test hoe zijn conditie ervoor staat. Dat hij zichzelf niet dood wil lopen op deze tegenstander. Mooie trap naar de lever daar. Spinning back kick. Van deze Dennis Rats. Die niet tegenvalt hoor. Heeft het helft tot de tweede ronde gehaald. En combineert leuk mee. De overnames en de felheid van Manhoef. Ja, schitterend. Mooie knie daar. En het publiek gaat achter hem staan. Zoals dat hoort. Gaat achter hun landgenoot staan. Kennen natuurlijk Melvin Manhoef. Je kent iedereen. Kennen zijn status, zijn staat van dienst. Weten wie hij is. En zijn natuurlijk trots op dat Dennis Rats hier de kans krijgt om de titel te mogen strijden. Melvin sluit hem weer op in de hoek. Wacht op een foutje, wacht op een gaatje. Ja, was een knie achter de break, maar oké. Ik denk dat Melvin altijd nog vertrouwt op zijn stootkracht. Wacht gewoon net zo lang tot er een gat valt. En als dan een keer een van zijn stoten doorkomt. Ja, loert erg veel. Ja. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar als de partij tegen Leko, maar blokt nu wel zijn low kick beter. Dus dat heeft hij er wel van geleerd. Ja, goede knie binnendoor.
En trek België daar uit balans. Hoi. Ja, Melville laat hem nu erg in zijn spel komen. Moet dat niet doen. Moet meer het initiatief houden. Zal hem misschien wat uit willen laten razen en dan conditioneel overheen willen gaan. Dat is het enige wat ik hierbij kan voorstellen waarom hij voor deze tactiek kiest. Voorlopig heeft hij nog wel mercy met Raats. Ja, hij moet wel uitkijken voor die knie hoor, van Raats. Als er toch eentje doorkomt van die ongelofelijke stoten, die was erop. Maar Raats is wel een taaie jongen. Wat ik zeggen wil is dat Melvin uit moet kijken voor die knieën. Komt met zijn hoofd erg laag en is natuurlijk ook al erg klein. Voor dit gewicht. Dus moet wel uitkijken met dat omlaag duiken. Als je op een knie loopt, kan heel vervelend zijn. Moet rechtop blijven. En uitkijken voor die knieën. En dan weer loeren. En dan weer loeren. Nu, ja, die ja, zat, die zat er goed op, die combinatie. Ja, daar moet hij van bij komen. Ja, die jongens zijn natuurlijk ook sneller in de 85. Die zwaargewichten die kunnen moeilijker zo'n stoten ontwijken dan deze jongens. Zijn ietsje sneller, is weer even wennen voor Melvin natuurlijk. Beweeg goed, draait om hem heen. Weet dat als hij stil gaat staan dat hij natuurlijk aan de beurt is bij Melvin. Dan is de schietschuif. Prima natuurlijk dat hier in Boedapest de wereldtitel tot 85 kilogram op het spel staat. Overigens 24 oktober van dit jaar. Ook weer een wereldtitel. Tot 70 kilogram tussen Murat Direksi en Shahid Ulad Elhaj. In Lommel is dat op 24 oktober. Heel veel andere mooie partijen. Maar ook dus de It's Showtime wereldtitel tot 70 kilogram. Hoi. Round 3. Heeft Melvin Manhoef de eerste twee rondes verstoppertje gespeeld. En zien we in deze derde ronde de ware Melvin Manhoef. Gaat er bij de van stotteren. Ja, aangeslagen. De Hongaar. Ik kon niet precies zien, het gebeurde recht voor mijn neus. Maar hij stond er zelf voor wat er gebeurde. Zie zo in de herhaling. Achtellen. Ja, de eerste achtellen zijn een feit. Ik deed een stoot naar het lichaam, maar ik kon het niet zien omdat hij er zelf voor stond vanuit de hoek waarin ik zat. Misschien dat we zo in de herhaling meer kunnen zien. Elf had de ja, goede rechtsdirecte daar van Melvin. Het is toch een andere ronde hoor, dan de eerste twee. Ja, je weet als Melvin je eenmaal raakt. En als zo'n achtellen is er zeker twee minpunten. Dus een ruime voorsprong voor Melvin Manhoef nu in die derde ronde. Die nog ruim 2 minuten duurt. En we weten dus dat Dennis Raats enigszins is aangeslagen. Daar gaat hij weer. Ik denk dat hij een rib gebroken heeft of iets, want ik zag nu niet, weer niet wat er gebeurde. Het ontbreekt hem aan lucht. Hij krijgt weer 8 tellen. En blijft zitten. Hij blijft zitten en dan is het voorbij. Melvin, no mercy, Manhoef, heeft de wereldtitel te pakken. En daar zijn ze in Boedapest wel stil van. Maar wij niet, Edwin van Os. Nee, wij niet. Alhoewel ik niet kan zien precies wat er gebeurde. Ik denk aan een gebroken rib of... Hier. Hier komt hij. Misschien dat we hier kunnen zien, Edwin, wat er gebeurt. Ja, die rechtse stoot naar het lichaam, dat is hem. Ja? Ja, die rechtse stoot naar het lichaam. Wordt hem fataal. Ja. The world champion of the world title 85 kilograms snatch 2009. From the red corner, Melvin, no mercy. Dit is een sportief gebaar dat je vaak ziet. Maar reken maar dat No Mercy Manhoef blij is dat hij van Simon Ruts van de European Fight Network en It's Showtime deze belt krijgt. Ja, ongebonden. Gezien de signalen die Dennis eruit afgeeft, denk ik echt aan een gebroken rib. Ademt moeilijk, ademt zwaar, heeft een boel pijn. Ik denk dat die stoot zijn rib gebroken heeft. Dat was die eerste 8 tellen die we te zien kregen. Tijd voor de reclame. We gaan er even tussenuit, maar we zijn zo bij u terug. Tot zometeen.